Het muurtje. Ja, het muurtje. We bespreken een foto of een video die hier achter ons aan het muurtje zou kunnen hangen, omdat die zo mooi is. En daar hoort dan een quizvraag bij. En die quizvraag gaat dit keer over de vorige editie van Ajax tegen Besiktas in 1993. Het affiche van de wedstrijd zag er zo uit. Ik weet niet of we die kunnen zien. Met een jonge Edgar Davids erop. 1993. En in die wedstrijd maakten twee Ajaxiden hun debuut. En mijn vraag is of iemand hier in de bloemenbar weet wie dat waren. Is moeilijk. Wie durft een gokje te wagen? Ik kan een tipje geven. Is er een tip nodig? Ik zal een spelerspaspoort noemen. Dat is Ajax, RBC, terug naar Ajax, Dalian Shide, Sembawang, Zwolle, Heerenveen, Groningen, Go Ahead. Het is ook wel echt moeilijk. Mooie carrière wel. En de andere is een echte Amsterdamse Ajaxiet. Met een duidelijke Amsterdamse tongval. Hoorde ik daar iets? Ja, Reuzer. We kunnen applaus voor die jongen daar. Een biertje voor Xander. We kunnen meteen naar het antwoord kijken, want dit is het interview na afloop van de wedstrijd. Ja, kijk, ik kom van het veld af en ik zie toevallig zie ik Echi lopen. En wat je doet is gewoon elkaar feliciteren, want je hebt gewonnen en hij heeft een lekkere voorste gegeven die ik lekker doorkopte. En dat was gewoon te gek. Dat is echt te gek. Hoe ging het dan? Was je niet stiknerveus toen je erin reed? Ja, stiknerveus. Ik hoorde het gisteren op het Sportjournaal, mijn naam. Dus ik dacht, hey, toch rekening mee houden. Dus volgende dag ben ik gewoon thuis gebleven. Nou, de trainer heeft toch gebeld. En ja, toch een beetje nerveus natuurlijk. Europa Cup. Dat is toch iets aparts. Jij kwam er sneller in. Was je toen nerveus? Nou. Nee, hè? Nou, natuurlijk wel. Je voelt in je maag voel je wat. En je denkt van, Maar ja, je laat het allemaal op je afkomen. En dat heb ik ook gedaan. Je moet niet zo gestrest lopen doen. En dan die goal, het hoogtepunt van de avond natuurlijk. Hè? Je moest passeren, een actie maken. Ja, passeren. Ik ging er niet echt helemaal voorbij. Ik speelde die bal eens voor me. Komt hij aan? Ja, komt hij aan. Hier al. En ik dacht, nou geef ik hem naar voor. Nou, Martijn. Kom dan door. Zag jij hem aankomen, Martijn? Ja, ik denk als hij op me afkomt, dan koop ik hem lekker door. En dan is het maar kijken hoor, waar hij komt. En toevallig kwam hij bij Ronald de Boer en die kopte hem al in. Dus helemaal te gek. Ja, helemaal te gek, toch? Ja, echt helemaal te gek. Heerlijk uit interview. De oude doos. Voor de liefhebber, de hele wedstrijd en het hele interview na afloop staat gewoon op YouTube. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb wel het hele interview gekeken en het is echt smullen. ik moest me echt, ja. Het is nog langer dan dit. Het duurt nog veel langer dan dit. Nou goed, het waren dus Ignacio Tuuteru en Martijn Reuzer.